Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op maandag aanbeland op 27 mei. Gisteren waren wij bij mijn broer Koen, die vandaag gisteren zijn verjaardag vierde. Hij is morgen pas jarig. Maar dat doet er niet toe. Jullie kunnen hem wel allemaal feliciteren dat ik de felicitaties door kan sturen naar hem. Hieronder natuurlijk, onder deze vlog. Ja, zeker. Dat kan allemaal. Ja. De diertjes zijn al buiten geweest. Ze willen wat eten. Het is vandaag, hoe laat leven? 10 uur 29. Ik zit ook te wachten op mijn begeleider. Maar ja, ik ben net beneden. Ik heb straks even wat uitgeslapen. Want ik ben nog moe van gisteren. Maar ja, wat wil je? Die reis. Het feest daar. Weer een reis terug. Al met al, daar word ik zelf toch wel moe van met mijn lichaam. En ik word nou ook steeds wazig, zie ik. Is ook al niet leuk, maar dan kan de pret niet boeien. Ik hoef hem daar trouwens dan niet voor te houden. Ik heb mijn handen vrij. Hoe doe ik dat, hè? Ja, een groter tripod eronder. En daar ben ik heel erg blij mee. Vrolijk hoosje van het man. Mag er niet. Ik zag weer te wijzen, dat zou ik niet hebben. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken. Ik ga voor deze zorgen. En ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele mooie, fijne, liefdevolle maandag toe. Het is prachtig mooi weer. Enkel het is winderig. Het is niet echt warm te noemen. Want ik heb mijn deur wel dicht nu, dit keer. Ja. En ik geef elkaar in wat. Maar hij doet het niet, omdat hij niet aan de elektriciteit is vastgemaakt. Nee, er zit een kerstlamp aan met sneeuwvlokken die sneeuwvlokken op de grond laat produceren. En die is erop aangesloten, maar mijn lamp over de vlondtafel niet. En ik had gezegd, ja, ik gebruik dat ding toch bijna nooit. Die hangt er meer versierd door wat anders. En... Maar er zit nou een lamp in die hiermee bediend kan worden. Ja, nou, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, die doet het nou dus niet, omdat die niet aan elektriciteit gekoppeld is. Maar oké, ik zou zeggen, vrienden, geniet van alles en ik spreek jullie later. Oh ja, Astrid die komt vanmiddag ook, dus ja. Maar oké, doet er niet toe. Ik heb genoeg te doen. Ik heb genoeg om op Facebook, op hou eens even op, schat. Op de computer te zetten, want mijn GoPro zit nog vol. Deze camera zit nog filmpjes op van een paar dagen ervoor. Dus ja, en gisteren ben ik er ook niet aan toe gekomen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Ja, ik heb nog genoeg te doen voor jullie. En voor mezelf natuurlijk. Ja, je krijgt ook eten, schat. Ja. Nee, ja toch. Kom eens. Ik kom dan eens. Eens weer. Ah, au. Kijk eens. Oh. Oh, kijk eens. Oh, vogeltje. Nee, niet naar het vogeltje kijken. Nee? Zeg maar, ik weet niet waar het vogeltje is. Want ik zie geen vogeltje. Nee, dat was wel vroeger ook zo dom met de ouderwetse camera's. Kijk eens naar het vogeltje. Je hebt wel een vogeltje. Er is geen vogeltje. Ja, maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. Ik zeg het later. Ja, lieve vrienden, mijn persoonlijke begeleider die is net de deur uit. Ik heb twee splitpennen in mijn handen. Nou, dat ga ik even in de keuken laten doen. Hij heeft... Ik had gisteren ook al een verjaardagscadeautje van Karen en Roderick. Een hele leuke lamp. Die dus hier op werk, dat had ik net ook al gezegd. En die heeft hij even aangesloten. Dus Karen, doet het hoor meisje. Ja, dankjewel Karen en Roderick. Geweldig. Ja, de sneeuwlamp die is eraf gehaald. En ik heb hier de fitting. De lamp heb ik net opgeruimd in zijn originele verpakking. Ik zal die splitpennen even opruimen, want je weet nooit niet
waar dat goed voor is. Dus dan gaan we eventjes door. Zo. Ook weer gedaan. Ik ben verder nog bezig met een aantal dingen op te ruimen. Waar ik die nou moet hebben, weet ik even niet. Oh, dat zijn knoopschaartjes. Hé, wat leuk. Wat gezellig. Nou, dan heb ik daar wel een plekje voor. Ja, ja, ja. Nee, niet daar. Ook daar niet. Nee, ga daar bij. Ja, komt goed. Dat is, zet mijn zoomlens in voor op mijn mobiel. Ja, die ga ik uitproberen zodra ik de maan weer zie. Maar de maan die is momenteel iedere keer achter de wolken, verscholen achter de bewolking. Ja. Dus die is er momenteel steeds niet. Maar komt wel weer goed, want de bewolking blijft natuurlijk niet. Nee. Frodootje, ik vind het ideaal. Ik hoef hem nou niet vast te houden. Goh, ik krijg geen lamme armen meer. En ik moet nog naar Vodafone, want ik heb mijn oortje gevonden. Maar ik dacht dat hij het deed, want hij begint wel te flikkeren. Ja, tuurlijk begint hij te flikkeren. En zover ik weet, gaat met Bluetooth. Maar, die man van Cirolo, die heeft me net geprobeerd te bellen. Maar ik hoor niks hoor. Nee. Dus ik ga gewoon daarvoor eventjes naar Vodafone. En ik neem dat gewoon mee. En vraag ik het aan hun van, ja, installeer dat maar. Ik weet niet hoe dat .nl. Ja, daar redden we ons ook wel mee. En dat komt allemaal goed. Jeetje, Mina, nou heb ik weer... erbij. Dan heb ik 1, 2, 3, 4 AB's voor de verlichting. Enkel ja, eentje gebruik ik niet, dat zijn die plant. Maar Eneco, ja toch? Town is toch een Eneco? Ja, ik geloof het wel. Die moet mij even een beetje hoger inschatten, niet zo laag. Dan hoef ik ook niet zoveel achteraf terug te betalen. Ja. Maar dat komt ook allemaal goed. Die ga ik ook even in de la opruimen, want die hoort bij de sneeuwlamp. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga verder hier aan de slag. Ik ga eventjes mijn computer aan doen, want ik moet weten, want dat wil ik niet via mijn telefoon, dat is allemaal te klein. Eventjes kijken hoe laat Philips winkel open is. Want ik moet ook nog met mijn huistelefoon weg. Ja, ook dat nog. Dus ik heb het nog druk en dan komt Astrid nog. Dus ja, een heleboel dingen te doen, te regelen, etc. Ik zeg geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer even. Ik ben back en back en back. Oh, want ik moest mijn bureau naar voren trekken in mijn eentje met al dat zware spul erop. Niemand die je komt helpen van buf, moet ik je even helpen? Nee, ze weten dat je in de problemen zit en toch komen ze je niet helpen. Maar ik heb een heleboel van de muur afgehaald, mijn bureau. Want ik moest met de moedertelefoon, de hoofdtelefoon, moest ik naar de KPN toe. Ik heb niks aan, hij heeft hem uitgelezen en al en dat is helemaal goed. Ik heb nou wel het idee, ik had hem eerder uit die hoofdschakelaar moeten halen. Ja, en dan was het misschien ook goed gekomen. Maar ja, ik had eerst de telefoon van de eettafel mee. En dat was niet goed, dus ik weer terug, hoofdtelefoon. Had ik het maar geweten dat het gewoon eigenlijk draad er even uit, weet je. Even de boel afkoppelen. Dat was misschien ook weer goed geweest. Want hij heeft verder niks gedaan dan ik had uitgelezen. Van, nou, en toen bekeerde er niks aan. Maar ja, wat doe je eraan? Je bent een leek op dat gebied. Maar voor de volgende keer. Ja, als ik weer zoiets heb. Enkel Astrid, die heeft per ongeluk met haar goede wil ook geprobeerd te helpen. En dan heeft ze de naam van de telefoon per ongeluk weer terug op Philips gezet. Maar ja. Het is nou eenmaal zo, dat komt ook wel weer goed. Ik zal dat op internet even opzoeken. Hoe kan ik mijn naam van mijn telefoon weer veranderen? Want dat wil ik eruit. Ik wil de naam hebben dat mijn mannetje had gedaan destijds. Dus, maar dat komt wel goed. Ik zoek eerst even op internet. Lukt het dan niet? Nou ja, dan nog geen man overboord. Hij doet het in ieder geval weer. En dat is belangrijker dan wat dan ook. En die naam, dat komt dan nog wel als ik het zelf niet vinden kan.
Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik neem mijn rust op, want ik ben echt kapot. Ik moet nog even een tas opruimen en mijn straalkacheltje heb ik gelijk ook losgekoppeld. Die heb ik niet nodig. Nee, 20 jaar. Maar oké, dan is het gewoon eventjes snoer in de stopcontact en klaar hoor. Ja, maar dat komt wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Nou, het lijkt wel hier vandaan of de hemel zwart in brand staat met de ondergaande zon. Avondrood, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Voor mij is het gewoon blauw-geel, maar het is via de camera. Maar het is toch echt duidelijk wel voor mij zowat nou alsof het vuur is. Want als je daar gaat kijken, naar de kerktoren, hoe mooi dat is tegen die donkere lucht. Dan zien jullie dat wel. Dat behoort normaal gesproken wit te zijn. Ik zal even naar buiten even mijn stok pakken. Eventjes die erbij. En dan gaan we even naar buiten. Moet je ook mee, Frodo? Ga je ook mee? Nee? Oh, dan niet. Even kijken of ik nog inzoomen kan. Dan zie je het natuurlijk nog beter. Hoi, kerel. Mooi gezicht. Net alsof het echt een lichte laai staat. Maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Dus, wat ga jij doen, meneertje Frodo? Hé, hey, meneertje Gandalf. Ja? Gandalfie. Ja. Lieve vrienden, het is tijd om licht aan te gaan doen. Zoals jullie wel zien is het in de kamer al aardig donker. Ja, en het licht wat jullie zien, dat is de zon, dat rode lucht daarop. Hé, ga je ook mee of niet? Ga je niet mee? Nee? Nou, dan niet hoor. Nee? Oh, ik weet wel wat je wilt. Pootje? Hallo, hallo. En dan, oh, groen kippie, hè? ik voel spatjes en ik zie ook, hey, gekkie. Maar in ieder geval, ik voel spatjes, dus we maken er een einde aan. En ik zeg een hele fijne avond en voor straks wat rusten. En morgen gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Hé, ja nou. Ja nou. Ja nou. Dag. 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 Nou, tot morgen.